Goedendag. U kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. We zien op de satellietfoto dat een groot deel van het land te maken heeft met helder weer. Vanuit het westen drijven vandaag af en toe nog wel wat hoge wolkenvelden over, maar het blijft gewoon overal droog. Halverwege de ochtend is het een graad of 17 en vanmiddag wordt het 21 tot een zomerse 25 of 26 graden in het binnenland. Er staat weinig wind, als het al waait is het zwak, soms matig uit het zuidwesten, windkracht 2 of 3. Ook vanavond zijn er brede opklaringen, zo halverwege de avond is het afgekoeld tot een graad of 22. Het wordt dus een ideale barbecueavond. Dan morgen hebben we opnieuw te maken met flink wat zon, in de loop van de dag wel wat hoge bewolking en ook wat stapelwolken. En Het wordt zeer warm, 28 tot plaatselijk 32 graden, dat bij een matige wind uit het zuiden tot zuidwesten. In de avond neemt de bewolking toe en in de nacht naar dinsdag of dinsdag overdag gaan de regen en onweersbuien vallen en dan wordt de warmte even verdreven. Woensdag en donderdag is het grotendeels droog, maar gaat de temperatuur opnieuw richting zomerse tot tropische waarden. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl.